Welkom in deze nieuwe transmissie met de diamanten violette vlam. In deze transmissie gaan we de hoge energie, die de diamantenenergie is, ankeren in je lichtlichaam. En de violette vlam is hier de specifieke vlam die ons assisteert, die eigenlijk een aanvulling vormt of een extra specialisatie, als je het zo kan zeggen, op de diamanten vlam. En helpt om alle oude ballast, alle oude wonden, overtuigingen, situaties die nog hangen in ons lichtveld en in onze energie, om die verder te gaan transmuteren en eigenlijk terug één te maken en te verbinden met de diamantenenergie van de bron, het eenheidsbewustzijn. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, dan kan je gaan liggen. In principe kan je ook gaan zitten. Dus kijk en voel wat dat voor jou het meest comfortabel is. Sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem dan richting je buik. En bij elke ademhaling laat je stress en spanning los en adem je ontspanning en rust in. Laat je voeten uit elkaar vallen, zodat ze een V vormen. En ook je armen liggen ontspannen naast je of hangen ontspannen naast je. En als je neerligt, dan zorg je dat de handpalmen open zijn en naar boven gericht. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in. En laat je buik boller worden. En adem weer uit via je mond. En doe dit zodat je in vier tellen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende vier tellen. En blaas vervolgens zachtjes hoorbaar weer uit in vier tellen. Ondertussen vraag ik assistentie van jouw hogere zelf en gidsen om jou bij te staan bij deze transitie. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen betreden. Aartsengel Metatron is aanwezig als aartsengel die het dichtst bij de bron staat en die verbonden is met het Christusbewustzijn, dus het hogere eenheidsbewustzijn. En dus ook het diamantenvlam, de diamantenenergie. Je kan visualiseren hoe de aartsengel Metatron je grondingskoren optimaliseert en aanpast naar je huidige energie. Op dit ogenblik zijn er 5 grondingskoren actief. Namelijk 2 grondingskoren die vertrekken vanuit je voetchakras, onder aan je voeten. En die gaan helemaal rond de kristallenkern van de aarde. 1 grondingskoord vertrekt vanuit je basischakra, dat is de hoogte van je stuit. 1 grondingskoord verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. En de 5e vertrekt vanuit je pijnappelklier in het midden van je hoofd, ook eveneens naar de diamanten kristallen kern van de aarde. Voor deze transmissie, omwille van de hogere energie die je zal ontvangen, activeren we extra grondingskoren. Via je handchakras en nog een extra via je medulla chakra. Medulla chakra, dat is de chakra op het zachte plekje aan de achterkant van je hoofd. En dat is ook de energiepoort waardoor je informatie vanuit andere dimensies ontvangt. De reden dat we ook een grondingskoord aanbrengen via het medulla chakra is om je goed te gronden met die diamantenkern van de aarde, zodat je nog enkel zuivere energieën en zuivere informatie zou absorberen en ontvangen. En dus in staat zou zijn om de diamantenenergie wat je nu zal ontvangen, elke dag vanaf nu tot in het oneindige door je volledige lichaam, je volledige lichtlichamen op en neer, dus van boven naar beneden te kunnen sturen.
van de centrale zon van het universum van de bron doorheen jouw lichtlichamen, helemaal tot in de kern van de aarde, terug en ook via je chakras naar alles en iedereen om jou heen. En op die manier word je een kanaal voor echt die pure, zuivere, gole, hele hoge energie. Aartsengel Metatron brengt die chakras op één lijn en optimaliseert waar nodig. De chakras die te veel openstaan worden kleiner, de chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen worden geopend. En ik vraag aan Aartsengel Metatron om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, maar ook de 5 nieuwe hogere chakras worden geactiveerd en getransformeerd. En waar nodig alle andere chakras. Het kan zijn dus dat er nog meer chakras geactiveerd worden, maar daar hoef je je geen zorgen over te maken. Alles gebeurt automatisch. Het enige wat je moet doen is gewoon rustig blijven in- en uitademen, terwijl Aartsengel Metatron en jouw energieveld aanpast in samenwerking met jouw team. Voor deze transmissie doen we samen met aartsengel Metatron ook beroep op de energie van aartsengel, of eigenlijk opgestegen meester liever, Saint-Germain en zijn violette vlam. Aartsengel Metatron en opgestegen meester Saint-Germain zijn allebei aanwezig tijdens deze diepe healing, gezien hun connectie met de diamanten en de violette vlam. Jouw ascensie, je bewustwording, is verbonden met de diamantenvlam. Omdat dit de energie is van de bron. Dat is onze pure, zuiverste blauwdruk. De violette vlam gaat je helpen om alles wat niet meer in jouw energieveld past, om dat te gaan transmuteren en van zodra dat er daar een vacuüm, een leegte ontstaat, gaat die onmiddellijk opgevuld worden met diamantenenergie. Daarom ook dat we de intentie zetten dat we diamantenenergie manifesteren en transformeren in het vacuüm dat je zo dadelijk gaat gaan creëren. Het maakt niet uit of je begrijpt wat ik zeg. Het gaat over de intentie die we gezet hebben. En jouw team weet wat er nodig is. Blijf rustig in en uitademen. En visualiseer een diamant. Zoals hij ze misschien kent van in de ringen. Bovenaan je hoofd, op ongeveer zo'n 30 centimeter boven jouw fysieke hoofd, kan maar zeggen. Daar is de chakra die zich ook verbindt met onze bron van afkomst. Van daaruit ontvangen we de diamantenenergie. En je mag vanuit de diamanten boven je hoofd hangt, de diamantenenergie helemaal naar beneden laten trekken, door je andere hogere chakras tot in je kroonchakra. En laat daar eventjes je fysieke lichaam wennen aan die hogere energie. Vervolgens ga je voelen dat de diamantenenergie via de achterkant van je hoofd, de medulla chakra, via je ruggengraat helemaal naar beneden gaat, tot aan je stuitje. Kan misschien wel onaangenaam voelen. Misschien heb je de behoefte om je rug te bewegen. Doe wat goed voelt, doe wat je lichaam nu nodig heeft. En dan laten we eerst de diamantenenergie via onze beide benen tot aan onze voeten doorstromen en houden we daar eventjes de energie vast. En visualiseer dat die energie eigenlijk uit je tenen zo weer gaat. Zoals hij soms ziet in de films.
om van daaruit weer gecenterd te worden in het midden van je voet en van daaruit via je voetchakras helemaal naar je onderste chakras, de aardchakras en helemaal naar de aarde, de kristallenkern van de aarde. De diamantenenergie daar wordt nogmaals extra vermengd met de zilveren energie, de vrouwelijke energie van de aarde, de moederlijke energie, en wordt terug omhoog gestuurd. En bij de volgende inademing, dan trek je die energie via je benen omhoog, opnieuw tot aan je basischakra. En laat je daar eventjes de energie rusten. Leg je hand, je rechterhand op je hart. En je linkerhand op je venusheuvel, of hoe je dat ook noemt. Dat is de hoogte van je eerste chakra. En dan gaat de diamantenenergie vanuit de eerste chakra verder naar het tweede chakra. En laat de diamantenenergie maar naar buiten komen. Laat het maar vanuit je buik, vanuit de navel naar buiten gaan. Dan verder omhoog naar de zonnevlecht en laat hem daar ook maar naar buiten stromen. Om vervolgens verder te gaan tot aan je hartchakra. En ook daar hetzelfde. Laat die diamantenergie helemaal naar boven stralen. En daar laten we die ook, die stroom van die diamantenergie daar eventjes hangen. En op dat moment komt er een nieuwe stroom vanuit onze diamant boven ons hoofd naar beneden. En die gaat via de voorkant van ons lichaam. Dus via je kroonchakra naar je derde oog. Gaat uit, straalt uit je derde oog. En met een uitademhaling gaat dit naar je keelchakra. En ook daar laat je diamantenergie uit je keelchakra naar buiten. Om dan te vervolgens te zakken bij een volgende uitademhaling tot in je hartchakra. Daar verbinden beide stromen van die diamantenenergie samen en vormen ze een hele mooie prachtige kristal in je hartchakra. Waarbij dat de kern een ruit is en om de ruit heen liggen nog allerlei andere kleinere diamantenkristallen die eigenlijk één grote kristal samen vormen. En die plaatst, of is geplaatst in je hartje. En die blijft daar ook. Adem in en uit. Laat angsten los die je niet meer dienen. Als je hebt pijn voelt ter hoogte van je hartchakra, is het oké en is het goed om wat te stretchen, om je borststreek wat te openen door je schouders achteruit te trekken, hoofd achteruit en echt het gevoel te geven dat die diamantenenergie gewoon helemaal naar buiten stroomt. Als een soort explosie van diamantenenergie naar buiten. Dat zorgt voor een hele grote hartopening. Waardoor dat kan ook zijn dat je de komende dagen wat emotioneler bent, weet dat dat oké is, dat dat heel normaal is. En vervolgens vragen we, roepen we de violette vlam aan, samen met meester Saint-Germain en zijn team. En geef toestemming aan de violette vlam om dat in elke cel, in elke uithoek van je fysieke lichaam, je mentale lichaam, je emotionele lichaam, je energetische lichamen, in alle tijd en alle ruimte, alle ballast, alle negatieve informatie, alles wat jou niet langer dient, om die te transmuteren en te transformeren naar optimaal. Zodat je in staat bent om in die hoogste versie van jezelf te stappen en om van daaruit jezelf te realiseren en jezelf vorm te geven in deze incarnatie, vanuit de hoogst mogelijke tijdslijn. Dit of iets beters, dank u.
dat dat gebeurd is, dan mag je de diamantenenergie die in elk chakra op dit moment aan het stromen is, ook doorheen de achterkant van je chakra stroom. Dus elke chakra heeft een voorkant, die kennen we meestal wel. Maar ook aan onze achterkant, dus onze rug, achterkant van ons hoofd, is ook een opening van ons derde oog, keelchakra, hartchakra, zonnevlecht, sacraal chakra en basischakra. En dus laat ook daar doorheen die diamantenenergie naar buiten gaan. Zodat je helemaal open bent, dat die diamantenenergie van boven naar beneden kan stromen. Van beneden naar boven, maar ook van voor naar achter en van achter naar voor. Naar gelang dat je het nodig hebt. Want onze rug is verbonden met de mannelijke energie. En onze voorkant is verbonden met de vrouwelijke energie. En dus daar is het ook belangrijk om die dualiteit en die balans in dualiteit en in beide energieën aan te brengen. Een balans die al gevonden is, die al in harmonie is in die diamantenenergie. Dus deze transmissie zou je ook helpen om die eenheid in jezelf nog verder te gaan stabiliseren, nog verder te gaan gronden hier in je fysieke incarnatie. Wees je bewust van de eenheid in jezelf en de eenheid in je hart. En zie je leven vanuit de ogen in je hart. Spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. En alle lichtwezens aanwezig tijdens deze transmissie verlaten nu opnieuw je energieveld. Je grondingskoorden worden aangepast en geoptimaliseerd. En je energieveld beschermd en geoptimaliseerd. Zeg 3 keer ik ben, gevolgd door je naam. En kom dan volledig terug in het hier en nu. Terug in de ruimte waar je zit. Open je ogen wanneer je er klaar voor bent. En uit dankbaarheid voor deze transitie. Stuur licht en liefde naar de aarde en naar de lichtwezens die je bijstonden. Geniet nog van het vredig gevoel. Je bent geliefd. Namaste.